Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie als dat het met mij gaat? Is de vraag. Ik wil niet arrogant overkomen. Ik heb het idee dat ik behoor tot de minst ongelukkige mens. Ik heb daadwerkelijk helemaal nergens last van. Zelfs mijn bovenbuurvrouw is opgehouden om als eerste volkshuisvesting en toen de politie op mij af te sturen. Maar zie je wel, alles gaat goed. Ik wil het hebben over wraak. Wat is wraak? Ik heb mij gewroken. En duchtig. En schade toegebracht. En de dans ontsprongen. Wat ik precies gedaan heb, dat, ja, ik ben nogal stom om het te verklappen. Ik kan je wel vertellen dat niemand wist wat ik zou gaan doen. Het betrof die mannen die mijn vrouw beschouwden als hun vlees. Achteraf gezien is dat ook zo. Die vrouw is een Kanaaniet. Maar het was altijd nog mijn wettige Kanaaniet. Ik ben christen en ik spreek in maar twee bevolkingsgroepen. Dat zijn de christenen. Van de trooster. En je hebt de Kanaanieten. Met hun multiculturele sekspatronen. Of zoiets. Met drugs. En methylamfetamine. Nee, ik vind speed hartstikke lekker hoor. Het is een methylfenidraat. Ja, daar kan je lekker de ochtend mee beginnen. Het allerbeste afvalmiddel, denk ik, by the way. Daar word je heel actief van. All night long, all night. All night. All night. All night long, all night. Ik weet waar ik het over heb. Ik heb het zelf gedaan. Sterker nog, er zijn mensen in mijn omgeving geweest. En die zeiden, nou, daar ga er mee door. Je gaat er beter van schrijven. Ja, mijn punt is, ik ben momenteel bezig met sociaal werk. Dat heb ik nodig, want anders dan word ik gepakt. Yo, 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 yo. Ja, Satan rules. Hè. Ik heb dat met opzet gedaan. Dat was zo verschrikkelijk. Ik ben een geniale man. En ja, vrouwen die springen op je af.
net als muggen. En ze zuigen je leeg. En wat die vrouwen doen, is dat ze dan zeggen, ja, mijn perrie is een, weet ik veel, patriarchie of zo, of white dominant, of weet ik veel wat, racist, of antisemiet. Als er één antisemiet is, dan ben ik het wel. Want ik ben een tweedehands Jood. Dus ik ben antisemiet. Ik ben bijna een semiet. Antichambre. Dat is een bijnakamer, is een voorkamer. Ik ben een voorjood. Daarom ben ik een antisemiet. Ik ben een voorjood. Ik ben voor de Joden. Ik weet niet dat ik ervoor was, maar ik ben helemaal voor. Ik denk zo, dat kan schrijf. Ja, zo denk ik. Zo, dat kan schrijf, uitroepteken. Wat die Jood het schreef, daar zoegs, daar zaag je geen puntje aan. nee. Dat heb jij nooit verzonnen. Dat kan ik je vertellen. Ja, als je dat dan weet. Als je vanuit die energie gaat bewegen. Dan werd de volgende. Ik had dat wettige huwelijk met Wijnanda. En een stelletje gozers. Die haar, dat was een mager mormel. Die zat helemaal in de problemen. Geen enkele man hielp haar. En zei dan maar, ik wil mono. En dan die gozers. In eerste instantie waren ze, oké, leuk. Ja, nee, dat magere mormel. En ik haar lekker te eten geven. Ja, en dan mooie kleertjes kopen. En het huis mooi inrichten. En dan werd ze de koningin. Hè? En toen kwamen ze allemaal op bezoek. Oh, nee, wil ik ook even komen kijken. Ja. En dan de hele boel vernagelen. Even een gezin kapot maken. Ja, en meen je dat dan werkelijk? Dat gebeurt. Terwijl ik op wacht sta. Ik heb alle strijd verloren. Alles. De overmacht was te groot. Iedereen was voor Wijnanda. En Wijnanda die had contact met andere mensen nodig. En het is gewoon een people context. People man. Uit werd ik het huis uitgetrapt. Ik werd mijn eigen bed uitgetrapt. Dat was het. Ik had een Alping Oronde gekocht. Ik denk, dan heb ik tenminste een goed bed. Ja. Ik heb nou zo'n kutbed. €135 of zo. Misschien maak ik binnenkort wel mijn eigen bed. Weet ik veel. Misschien is het me wel beter. Dat is eigenlijk wel een hartstikke goed idee. Oké. Maar terug naar vragen. Die gozers. Die zitten dan de aandacht te geven aan mijn vrouw. En dan gaat mijn vrouw, Wijnanda, denken. Oh, ik kreeg heel veel aandacht van die. Want die vrouwen willen aandacht. Die willen geen seks, die willen aandacht. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers. Ze willen aandacht. Een man niet. Well, laat mij maar rust. Wat is er wat aan de hand of zo? Ik hoef helemaal geen aandacht.
Ja, tenzij er wat is. Als er wat is, ja, dat vind ik wel leuk. Hé, er was wat. Je hebt het maar niet verteld. Ja, daar hou ik niet van. En vrouwen willen aandacht. En die mannen, die gaan dan mijn vrouw aandacht geven. En dan leiden ze mijn vrouw, mijn contractuele vrouw. En die scheiding, die verklaar ik voor het gerecht van mijn vader tot onwettig. Dus een onwettige scheiding in de ogen van mijn vader. Voor zover hij mijn vader is waarin ik geloof. Dat er verdorie zo is als waarheid. En tekenen onder dwang is niet wettig. Nou, in die situatie zie je dan. Hij werd het huis uitgezet. En dan gingen die gozers nog meer feestjes van mij en mijn dochter verstoren. En toen heb ik besloten dat het afgelopen was. En elk feestmoment tussen mij en mijn dochter dat zou worden verstoord door een van beide heren, dat zou ik gaan wreken. Wachten. Diep ademhalen. En wachten. Nou, toen kwam de eerste. Dat was Peter Bosman. Dat is een hele algemene naam. Peter. Wat is dat eigenlijk? Steen. En dan Bosman. Dat is orangutan. Peter Orangutan. Dat is een Kanaan niet. Die heb ik als eerste gepakt. En toen de volgende. Ja, die heeft dat ook geweten. Schande van de flat heb ik hem gemaakt. Een viespak. Dat is ook een Kanaaniet. Hij is dan van de. Ja, kleine kinderen, van die lekkere kleine meisjes. Die samen plassen. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat is een Kanaaniet. Die tweede, die heb ik telefonisch afgemaakt. Dat moest wel, want hij durfde. Ik belde hem van, goh, dan kom ik even bij je langs. En toen zei hij, nee, dat wil ik niet. Nee, want ik heb gehoord wat je met die eerste hebt gedaan. Nee, ik wil die niet. Nee, dat niet, nee. Toen heb ik met hem een telefoongesprek gehouden. Toen heb ik gehoord dat Wijnanda hem had verteld dat ik meerdere vrouwen had. En dat kan niet. Want zo ben ik niet. Punt. Maar hij had dat al die tijd geloofd. Dat zijn de Kanaanieten. Ja, toen was het. Toen hij mij dat opbiechtte. Ja, maar ik ging wel eens wat frunniken aan jouw vrouw. Maar jij zat ook te frunniken aan andere vrouwen. Nee, ik zat helemaal niet te frunniken aan andere vrouwen. Hij zat te frunniken aan mijn vrouw. En zo was het. En mijn vrouw. Ja, dat is een onwettige scheiding. In de hemel is het onwettig. Oh, nou. The rain.
Maar zo zijn dingen. En ik maakte me zorgen, vooral voor die eerste. Dat is een lul, die Peter Bosman. Jeetje, wat een stuk verdriet. Een drugsgebruiker. Ze zijn moeilijker om te pakken. Merkwaardig, hè, dat Benanda dan de aandacht accepteert van een drugsgebruiker. Merkwaardige vrouw. Een rommelmaker. Dat heb ik gemerkt. Een kapotmaker. Ja, zij is een kanaan niet. Joe. Het is wel mijn kanaan niet. Waarmee ik mee getrouwd ben. En die denkt in, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Oh, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Want dat kan niet. En zij is een kanaan niet. En ik heb me gevroken, het was best wel... Ja, het deed me goed. Na afloop ook van, nou, en dat zit erop. Hé, ja, dan moet net als schijten. Ik... Dat is lekker, man, als je al die stront eruit hebt, hè? Zo, nou, dan gaan we nou weer even opstaan. Want zitten, dat doen we tijdens het schijten. En voor de rest staan we op. Of een beetje uitrusten natuurlijk. Noodzakelijk zitten is bij het schijten. Nou, je gaat niet staan schijten. Dat doe je niet. Ook niet ondersteboven. Dat doe je zittend. En dat is wraak. En vooral die Peter Bosman. Ik had het helemaal uitgerekend en gepland. Die lul, die was er altijd eerder dan ik op het schoolplein. Want ik... werk. Hij heeft een uitkering. Is een drugsgebruiker. Oh, stuk verdriet. Ja, hem heb ik benaderd zonder dat hij het... Ik heb dus in mijn agenda van oké, maandag ga ik hem pakken. En toen vrijdag, dus ik had het hele weekend nog voor de deur, dan was ik bij Ali Giancali. Alal was er ook nog. En voor het eerst had Alal wiet bij zich. Nou, ik heb niks tegen Marokkanen. Ik vind het ook wel leuk als ze niet de hele tijd mijn wiet zitten op te roken. Maar hij had dan wel hashmeuk of zo. Ja, je nevertje erbij. Dat lost alles op, toch? Hè? En Ali Siankali, die Turk, maar die is goede vrienden met die Koert. En die zit aan de overkant met een slijterij. En iedereen doet alsof er niks aan de hand is. En daar ben ik het heel erg mee eens. Dus dan voel ik me heel rustig. En ik denk, maandag ga ik die gozer pakken. Een mooie lange bar. Nou, ik ken die hele tent. Het was vroeger de Celtic Angel. En daarvoor was het café De Engel. En ja. Maar het was netjes in die dagen. En er stond er stampers vol met buitenlanders. Ze dus ben je er als witneus. Ja, Ali is een Turk. Nou, dat komt nog een beetje in de buurt. Maar voor de rest staat er echt van alles. Maar. Weinig vrouwen. Maar
Dat is normaal. En ik maak me toch een beetje zorgen over die wraak. Want je bent er zo eenzaam in. Want dat hoort niet. En er stonden daar een stelletje van die opgeschoten gozers, tussen de 20 en de 30. En die komen dan uit Iran en omstreken. Zo'n pukkel van Persië. Wat waren ze ook alweer? Zoroasters of zo. Zoiets. Vaag hoor, maar je weet het niet. En ze stonden in een groepie en ik zo van mijn stoel opstaan. En ik had al je neven erin en die stomme wiet van die Alal. Die kleine Marokkaan. Hartstikke lieve man. Hij heeft mij, ik loop op de groepie af en ik ga op mijn beurt staan wachten. Kijk, dat is een truc. Dus je benadert een groep en dan sta je stil. Moet je eens doen. Benader een groep, dan ga je stilstaan. En dan niet om iemand lastig te vallen, helemaal niet. Je gaat stilstaan en dan kijk je om je heen naar de hele groep. En dan vraag je je ook af van, ho, heeft mijn lichaam in de gaten met hoe groot de groep is waarvoor ik aan het stilstaan ben? Nou, en dan is er altijd iemand aan het woord op dat moment en die laat je lekker uitspreken. Ik kon er ook geen reet van verstaan, want het maakt toch helemaal niet uit. Ik stond er alleen maar. Nou, en toen opende de cirkel zich. En mocht ik mijn vraag stellen. En die vraag was aan de langste, by the way. De langste van de groep. Het is een beetje koffiebruinkleurig, heel groot, zwart haar. Nou, je kent het wel, blauwe ogen. Ja, het zou best kunnen. Ja, Ariërs waren het. Arians. En ja, ik stapte dan al niet in de cirkel, maar dan mag je een stapje naar binnen doen. Stel je de vraag. En mijn vraag was, komende maandag ga ik wraak nemen. En die mensen zo van, oh ja, 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 ja. En mijn vraag is, hoe doe je dat? Hoe neem je wraak? Nou, ik had alles al gepland. Maar toch even checken. Of ik goed zit, hè? Want ik weet dat wraak... Het wordt betracht. Hè? En dat hoort niet, het hoort niet. Ja, en wat ook niet hoort, is dat Peter Bosman, die Kanaan niet, dat allemaal maar eventjes loopt te doen. Dus zijn kinderen moeten gewaarschuwd worden. Want het is niet zo dat de Kanaanieten, de ongelovigen, daar kan ik het ook niet zeggen. Ja, wel, want dat kan niet. Dat kan niet, man. Dat kan hier niet. Hier gelden regels. Die lui. Er gelden helemaal geen regels. Ik ga morgen spaghetti carbonara maken. Without any rules. Je doet het of je doet het niet. Je werkt of je werkt niet. Nou, ik heb die gozer ervan langsgegeven. Heeft hem opgeleverd dat hij geen strafblad heeft, maar een veiligheid, een VOG-verklaring, dat zit er niet meer in.
Dat is, hoppakee, topnaam. Maar dat soort extreme dingen, ik hoop dat jij dat niet nodig hebt. En ik hoop dat je begrijpt dat als je mij maar ver genoeg tergt, dat ik je pak. En die wraak op die tweede gozer, hè, want ik zei, ik had hem gebeld, hè. Hé, hey, ja, hoe moeten we hem noemen, weet je? Maar, ik wil zijn vader niet, ik wil zijn familie niet. Hij is een zwarte schaap. Ah, Hans van Ziest is hij. Met een S. Slaap je anders? Een periwinkel. Ja, ik zei, nou, kom ik even bij je langs en dan praten we ergens over. Want hij zat mijn feestjes te verpesten. Dat was het enige. Van, hou op. Er is een feest gaande tussen mij en mijn dochter. En jij loopt dat te verpesten. En waarom doe je dat? Hou ermee op. Ja, I have right to fight, to party. Het is duidelijk, toch? Dus. En toen durfde hij niet. Wat hij had gehoord, want wat die andere was overkomen, toen ik hem in de rug was toegelopen, terwijl hij zat op het schoolplein. En ik nam links van hem plaats. Want hij zat er iedere keer op dezelfde plek. En dat registreer ik. En dan zorg ik dat ik niet op tijd ben. Nee, ik ben net als hij, die uitkeringstrekker. Ik dacht 10 minuten. Ik maak er 10 minuten van. Dan is hij kapot. Dus dat was genoeg. En dan toelopen in de rug. Dat heb ik toen gedaan. Hij zat bij de schoolplein op zo'n boomspiegel. Een hele grote boomspiegel. Daar zat meneer met zijn lelijke kont. En precies in het midden. Van, kijk eens, hier zit ik. Ik ben Peter Bosman. Ik ben de grote klootzak. Want ik verpest dat gezin van Perry Winkel. Ik maak alles kapot. Een grote shin. Zonder gedachten. Een moederskindje. Een Kanaan niet. Een ongelovige. Dus ik loop hem recht in zijn rug en dan ziet hij helemaal niks. De blinde koe dat hij is. En ik neem plaats naast hem. En ik zeg, dag Peter. En dat staat erin. Hè? Hij zag mij niet aankomen. Ik liep precies. Ik had het gepland. Maar terug naar die voorbereidingen. Die gozers, die hoofdgozer, de langste. En die zei, met wraak is het precies hetzelfde als met jullie spelletje. En dat heet voetbal. Voetbal is leuk als je wint. Waarop ik zei, dank u wel. En ik liep terug. Dan moet je iets van 8 meter of zo lopen. En ik ga weer zitten op die barstoel. Goede stoelen. Ali zie en Kali. Als je een Turk wil weten waar die naar mijn ogen deugt, die gozer. Een fijne vent. En ik zit op die barstoel. Met smeedijzer.
En Alal, die was nog bezig om terug te komen van de play. En ik krijg me toch een scheid, jongen. Oh, 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 oh. Toen heb ik mijn onderbroek volgescheten. En dat hoort niet bij Ali Siankali. Dat is vies. Ja. Ik heb mij opgehezen. En naar huis gelopen. Ik heb zelfs de spijkerbroek in een vuilniszak gedaan. Maar ja, het is maar een spijkerbroek. Alles weggegooid. Alles. En Peter, die was de lul. Hij is een Kanaan niet. Ik niet. No way. Punt. Ik geloof in toeval. Ik geloof in het feit dat je niks bezit. Ik geloof in het feit dat zolang er nog wat te drinken is, nou, dan zal het wel goed gaan. Ik geloof in het feit dat de mensheid sterk beïnvloed is door de gebeurtenis. Het is niet de kruisiging. Dat was een oplossing. Het ging om de gebeurtenis. Je kan ook zeggen, er waren er heel veel die het snapten en die het ook deden. En dat Christus Jezus degene was die de meeste indruk maakte. Ja, Bereshit bara, Elohim et Hashemayim ve et Haaretz. Ja, wie begrijpt dat? Nou, Christus Jezus, mijn broer, mijn big brother, die begrijpt dat. En dat ik zulke gekke dingen doe. Kom op, ik heb Peter Bosman met geen vinger aangeraakt. Zijn sociale leven was meer... Hoe? Hier zeg, de nokas is gebroken. Ja, is vervelend. En dat doe ik. Maar dat doe ik niet. Die man die liegt. En dat is ja. Hij maakt dingen kapot die je helemaal niet kapot hoeft te maken. Dit is een stommeling. En die tweede heb ik zijn postbus besmeerd. Besmeurd. Ja, met een spuitbus. Over nagedacht vind ik... Dat zijn naamplaatje. Ja? Want hij wilde mij niet spreken. Ja, hij gaf mij geen toegang tot zijn woning. Ja.
Nee, je komt niet. Nee, want ik heb gehoord wat er met Peter Bosman is gebeurd. Hè. En ja, nee, ik ben Hans van Siest. En ja, dat. Ja, ik heb liever dat niet in mijn huis, alsjeblieft. Bij deze. En trouwens, jij bent net te gek, want jij ging ook met andere vrouwen om. Nee, ik ging niet met andere vrouwen om. Ik ging om met Wijnanda Willemsen, alsof zij een prinses was. Zo ging ik met haar om. Wijnanda is een geesteszieke. Ze kan niet optellen. Het is een geesteszieke vrouw. En mijn vrouw. En als die andere kerels nou in één keer niet de poten op mijn wijf willen leggen, iedere keer dat ze er wel een beetje mooi uitziet, want dan hebben we allemaal het geniet. Ja, van wat? Van mijn centen. Nee, dat maakt me niet zo van uit. Je blijft met je tengels van mijn wijf af. Dat is de boodschap. En dat geldt ook voor vrouwen. Ik heb ook nog gewroken op een vrouw. Die heb ik de Death Stare gegeven. En dan ben je fucked, jongen. Echt waar. Die kan je niet aan. Ik zie je onderbroek, namelijk. Ik weet hoe je heupen hangen. Dat zie ik aan je slaphangende schouders. Ik zie het in je verkleurde huid. Ik zie je. Dan kijk je iemand recht in de ogen. Dat is de Death Star. Je kijkt iemand recht in de ogen. En onderwijl zie je de lelijkheid van de verschijning. Van dat wat denkt dat het ogen heeft. De toestand van de zak der moleculen. En dan zie je alleen de lelijkheid van iemand. En je kijkt ze recht in de ogen. Sammy? Dat is afgelopen. En Peter Bosman, dat werd me later nog verteld. En dat vond ik zo leuk. Dat zijn zoon, die was erbij. En die heeft de hele avond. Hij bleef hem maar overkomen. Van, ja, maar papa, waarom ging jij Perry slaan? En hij, de hele avond ging dat maar door. Ja, hij bleef mij maar slaan. Ja. Ik had geen uiterlijke kwetsuren. Anders was hij helemaal de lul geweest. Maar zonder meer achteroverwerpen. Tot twee keer toe. Hij heeft zich van zijn beste kant laten zien. Hè. Een mechanisch best. Hè. Een moederskind. Dat is hij ook. Hè. Een moederskind. Een Kanaaniet. Dat zijn de Kanaanieten. Dat zijn moederskinderen. Ja, pauze. Dat zijn motherfuckers. Dat zijn er dan. Ik niet. Ja, technisch gesproken. Nee, ik ben geen motherfucker. Ik heb Wijnanda volgespoten. Maar dat is geen moeder. Dus ik ben geen motherfucker. Maar als Wijnanda een moeder was geweest. Ja, dan was ik een motherfucker geweest. Heb ik een mens tot modder gevakt. Maar dat is mij nooit gelukt. Ja,
Ja, komt het rustig. Is een college. Een samenvatting van alles dat ik weet. Van dat wat leven heet. Morgen moet ik spaghetti carbonara gaan maken. Voor meer dan 10 idioten. Waaronder begeleidingspersoneel. Die ook niet weten wat ze moeten doen. You will always find me in the kitchen at parties. En dan komen ze bij mij in de keuken staan. En dan hebben ze toevallig ook wat. Oh nee, mijn Perry is aan het koken. Nou, dan ga ik even de la herschikken. Ja, too little, too late. Of staan oude hoeren in de keuken. Daar hou ik ook niet van. Ja, mag ik er even bij? Ja. En natuurlijk teken ik geen enkel protest aan. Ik irriteer mij alleen. Meer niet. Want ik begrijp het wel. Want als ik in de keuken sta, dan komt er lekker zoet eten aan. Een van mijn gasten die vraagt mij elke keer als ik binnenkom, wat ga je vandaag koken? En dan vertel ik hem wat ik ga koken. En dan maakt hij dat gebaar van met je rechte vuist. Hè, van, yeah! Yeah! En dan kijkt hij om zich heen alsof hij iedereen wil gaan vertellen van, ja, ik weet wat Perry vandaag gaat koken. En als ik dan aan het koken ben, en het is allemaal duidelijk dat ik, ja, en dan heeft hij nog een vraag. En dan vraagt hij, wat ga je morgen koken? En dat is een dilemma. Want ik kook daar maar eens in de week. Dus wat moet je zeggen? Moet ik die man confronteren met het feit dat slechts één keer in de week, met tijd en aandacht, en een schone theedoek, en een goede neus, dat er varkensvreet op tafel wordt gezet. Geen paarlen voor de varkens, nee, lekker eten. Zodat ze lekker kunnen schijten. Ja, ik heb een jaar lang hun stront geruimd. Dus nou mag ik wel een jaartje koken. Als represaille maatregel. Dat is wraak. Ook nog, dat is ook een wraak. Dat is puur wraak. Dat ik daar kook als vrijwillige kok, dat is een wraak. Zij mij eruit donderen. Terwijl ik de hele boel op de rit aan het krijgen was. En ik dacht van, oké, haken 22, dat draait lekker qua schoonmaken. Nou, de rest nog. Even aanbellen met management. Zeg, mogen wij standaardisatie? En dan word je eruit gedonderd. Nee, ze willen chaos. Dus de wraak van mij, die komt er. En onderwijl kook ik lekker door. Ik heb boerenkorst gemaakt. Ik ben benieuwd hoe dat aangekomen is. Dat is ook wraak. Maar dan moet je maar even die uitzending luisteren over koken. Hoe je een boerna gorst maakt. Alles is magie. Dus ik heb mijn spijkerbroek volgescheten. En ik heb Peter Bosman te grazen genomen. En dat naambordje van meneer Van Sies.
die spelvater. Met rode verf. Ik heb nog gecontroleerd dat hij zit in een woning van volkshuisvesting, denk ik. Dus ze hebben dat hele stuk moeten vervangen. Ja. Dus dat, ja, en het was wel heel toevallig dat het zijn naam was. Hè? Dat is toch heel raar. En er was ook netjes ingespoten. Dus ik... En ik heb die spuitbus heb ik in een ondergrondse container gedaan. Ik had me van tevoren moed ingesopen met een bier. En gewacht op etenstijd. Want dan is iedereen binnen. En die zit van die slechte pasta te vergeten. Ja, dat soort dingen moet je niet doen. Dat moet je aan mij overlaten. Op die momenten, ik doe het nu ook niet meer. Hè? Maar toen deed ik het. Maar jij moet dat niet doen. Dus, heel gevaarlijk. Grote angst. Dan moet je ontzettend beheerst zijn. Mijn lievels. Beter ga je koken. Doei.